Hey jongens, alweer uit vanuit Amerika. Jongens, dit is officieel het begin van mijn studie in Amerika. Nu nog even over de reis hier naartoe, want die was natuurlijk niet te vergeten. Nou, dit is Isa en Amber gaan op reis. Ja, en waar gaan ze naartoe? We don't know. We hebben hier een random tas staan. Even de aisle free. Please stow all larger items of hand baggage in the overhead bins and coats, jackets and smaller items. Isa, waar zijn we nu? New York. Na 7 uurtjes vliegen kwamen we aan in New York. Wij waren super de puper happy. Komen we daar aan bij de bagageband. Zien we in één keer. Poffe dikke, je moet gewoon $6 betalen voor zo'n trolley voor je koffers. Nou, wij hebben natuurlijk super grote koffers mee. Maar ja, gaan we $6 betalen? Natuurlijk niet. Dus we liepen daar echt als een stelletje kneuzen door JFK heen te strommelen met van die stomme koffers. Een beetje de roltrap opgaan, bijna eraf vallen en zo. Dus dat was echt top. Maar ja, hè, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. En zaten we lekker 5 uurtjes te wachten in de vertrek al voor de vlucht naar Burlington. Nou, nu gaan we op naar het volgende vliegtuig. Ja, zeker ook. Na 5 uur wachten was het dan zover. We konden eindelijk ons vlucht boarden naar Burlington. Toen ik het vliegtuig zag, was ik niet zo blij. Want jullie kennen mij en mijn vliegangst natuurlijk allemaal wel. Top. Het was echt een mini vliegtuig. Je zat letterlijk 2x2 en ik zat echt te kijken van, dit ziet er oud uit. Hoe blijft het in de lucht hangen? Dus ik heb de hele tijd een beetje zo Friends gekeken en gewoon lalalala. Terwijl Isa gewoon lekker lag te slapen. Maakt niet uit, we zijn aangekomen. Op een heel schattig vliegveldje. Maar ja, wij waren onderhand alweer aan het zeulen met die koffers. Dus het vliegveld was heel leuk. Zeulen met koffers, ja, naar de taxi toe. Aangekomen bij het hotel krijgen we een kamersleuteltje. Uitgereikt van een man die meerdere tanden mist in zijn gebit. Nou, top. Leuk. Toen dacht ik, nou, wat hebben we nu weer geboekt? De kamer was wel gewoon top. Dus, prima, Jim. Nadat we aankwamen in het hotel, heb ik geprobeerd om een video te maken van de kamer. Dat heb ik nog een keer geprobeerd. Deze keer top. We waren natuurlijk super moe, dus we gingen eigenlijk gewoon gelijk slapen. En de volgende ochtend werden we wakker en heb ik geprobeerd om jullie nog even een loop te geven van de hotelkamer. Toen heb ik ook nog geprobeerd om een beetje sneeuw te filmen. My goodie. Kijk eens boom. Jongens, de moraal van deze video is dat Isa en ik veilig in de room zijn aangekomen. En in de volgende video zou ik jullie even een toertje geven door dit dormcomplex. Ik denk dat het wel leuk is. Dus ik zou zeggen, aito. En tot de volgende video. Joehoe. Oké, doei.